Onrust in Hank, want daar waren de laatste tijd regelmatig brandjes in de Roerdomstraat en omgeving. De politie gaat uit van brandstichting. Inwoners wordt gevraagd alert te zijn en de politie gaat extra surveilleren. In en rond de Roerdomstraat werden 3 auto's, een aanhangwagen en een speeltoestel door brand verwoest. De politie heeft de inwoners van Hank gevraagd meteen 112 te bellen als ze iets verdacht zien. Mensen zijn nu toch wel angstig aan het worden. Weer 2 branden de afgelopen week. Ja, men is toch bang dat van een speeltoestel naar een auto en straks misschien wel naar een woonhuis gaat. Dus ja, we zijn echt bezorgd en daarom doen we ook extra surveilleren in Hank.